feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride in. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So come. Spirit.
far. Spend time with me, my sons and daughters. I whisper I love, earrings forever. Drink up my love, 'cause nothing is better. I sing and dance when I'm thinking of you, and I'm always thinking of you. You sing and dance when you think of me too. It's what I made you to do. Thank you.
Goedemorgen. Wij mogen de aanbidding weer leiden vandaag. We vonden het wel een heel mooi initiatief vorige week van Jasper om even hallo te zeggen in de chat. Dat maakt toch wel een beetje het gevoel alsof je bij elkaar bent. Tenminste, dat had ik wel. Dus ja, geniet ervan. Praise
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. To see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I have known and break it all apart. You, my God, are greater still. And no sky can take. No doubt restrains all you are, the greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are, the greatness.
greatness of our God. Give me grace to see. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom bij deze livestream van Berea Nijmegen. We hebben weer een nieuwe week voor de boeg. En ook als je geen deel bent van deze gemeente, dan wil ik je toch hartelijk uitnodigen om gewoon mee te kijken, om mee te luisteren. En Vader, ik bid dat ieder hart wat hongerig is naar u, verzadigd zal worden vanochtend. En vorige keer heb ik met jullie gesproken over de reis die we maken, waar we eigenlijk allemaal middenin zitten. En ik heb met jullie gekeken naar het volk Israël, het volk wat op weg was vanuit het beloofde land. Ze hadden een eindbestemming, God had hun een plan gegeven, maar we weten allemaal, dat heb ik vorige keer ook goed uitgelegd, dat om ergens vandaan te komen en om ergens uit te komen, hebben we ook een weg, daar is een weg tussenin. Je zou kunnen zeggen dat is de throughput, dat is het proces waar we in zitten. En ook voor ons, voor ieder mens, is er sprake van een Egypte, een plek waar we vandaan komen, een uittocht en een doortocht en een aankomst in het beloofde land. Dat is een nieuwe situatie. En zoals iedereen, zoals je normaal gesproken op reis gaat, als je op vakantie gaat of hoe dan ook, de meeste mensen die gaan niet een hele lange reis maken. De meeste mensen die hebben momenten waarop ze even rust pakken, als het goed is om de 2 uur, maar we nemen een moment om te pauzeren. En ook het volk Israël heeft op allerlei verschillende plekken hun tenten opgeslagen en zijn ze gestopt om rust te hebben. En we zullen ontdekken met elkaar, ook vanochtend, dat de Israëlieten op die plekken waar ze rust namen, op die bijzondere plekken, dat ze daar bijzondere ervaringen hebben gehad. En de vraag is eigenlijk vanochtend, waar sla jij je tent op? Want we zitten allemaal in dat proces van een reis, daar kunnen we niet omheen.
En de vraag is wat we daarmee doen. Nemen we onze ervaringen mee of blijven we zitten? En we gaan kijken, ik ga met jullie kijken naar drie plekken vanochtend. Die, waarvan ik geloof dat die ons sleutels kunnen geven. Ook voor de tijd waarin we nu zitten. De eerste kamp wat het volk Israël opsloeg. Dan kun je lezen in Exodus 15 vers 22 tot 27. En toen God het volk Israël als het ware onder leiding van Mozes uitleidde uit Egypte en door de woestijn liet gaan, had God een heel duidelijk doel voor ogen. En dat doel was een land van melk en honing. Dat land was een nieuwe bestemming. God beloofde hun een paradijs. God beloofde hun dat hij onderweg bij hun zou zijn. God beloofde hun een nieuwe, een hoopvolle toekomst. En ik kan me zo voorstellen dat dat volk ontzettend blij is geweest. Ontzettend enthousiast is geweest. En zo van, beloofde land, here we come. En vol goede moed zijn ze op weg gegaan. Ze hebben bepakt en bezakt. Weet je, als je het leest, als je het hoofdstuk leest, ik zou je echt aanraden om dat te doen, dan gaat het om zeker 600.000 mannen en vrouwen. Kinderen en vrouwen uitgezonderd. Dus dat was een immense hoeveelheid mensen die daar als het ware door de woestijn trok. Ik heb me daar wel eens een voorstelling van gemaakt. En als je soms een film ziet over dit verhaal, dan kijk je daar heel anders naar. Dan zie je een kleine groep mensen. Maar dit is een heel volk geweest. En dan staat de zon hoog aan de hemel en het is tussen de 35 en 45 graden. En de kortste route naar het beloofde land, dat zou eigenlijk is de noordelijke Sinaï-route langs de Middellandse Zee. Maar God heeft gezegd dat Mozes met het volk naar de berg Horeb moest gaan. Om hem daar te aanbidden. Dus Mozes die is gehoorzaam aan God en slaat af naar het zuiden. Maar die goede, die opgewekte sfeer, die begint eigenlijk een beetje te minder te worden. Want ze worden dorstig, ze hebben het warm, hun keel wordt droog en ze krijgen te maken met ieder probleem waar iedere reiziger in de woestijn mee te maken krijgt. Dat is met dorst, watergebrek, ze hadden niks meer. En ik denk dat je in de periode waarin je, als je in zo'n situatie zit, met zoveel, zo'n enorme hitte, dan is misschien 2, maximaal 3 dagen wat je kunt uithouden. En er gaat maar één ding door die Egyptenaren hun hoofd. Heeft God ons uit de handen van de Egyptenaren geleid om ons door de Schelfzee te leiden, ons hier in de woestijn te laten omkomen van dorst? En natuurlijk is dat niet waar. Maar naarmate die tijd voorbij is, gaan ze de hele tweede dag geen water vinden. En de twijfel wordt groter. En de twijfel wordt groter. En de derde dag, lezen we in Exodus 15, vers 22 tot 27. Uiteindelijk staat er in vers 22, vinden ze een bron, een oase, een plek om hun tenten op te slaan. En die plek heet Mara. En daar is water. En ik kan me zo voorstellen dat die hele menigte als een uitzinnige horde op dat water is afgestormd. Maar dat water, dat is bitter. Het is niet drinkbaar. Het is misschien brak, we weten het niet precies. Misschien hebben er wel bepaalde mineralen in gezeten, waardoor het niet goed smaakte, maar het was niet drinkbaar. En weet je wat er dan gebeurt? Staat in vers 24, het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Deze rustplek is een plek van frustratie. En daar, weet je, het is een plek van boosheid. Ze zijn totaal gefrustreerd. En ze gaan klagen tegen Mozes. En ze gaan jammeren. En ze zijn geïrriteerd. En ik denk als het om deze rustplek gaat. Dat is een plek waar we allemaal in ons leven mee te maken krijgen. We drinken niet allemaal bitter water. Maar misschien spreekwoordelijk gezien hebben we allemaal plekken in ons leven en momenten in ons leven waar we als het ware bitter water drinken, waar we teleurgesteld zijn. En hoe zie je dat? Hoe uit teleurstelling zich? Teleurstelling, en dat zien we ook bij het volk Israël, het teleurstelling uit zich door te klagen, door ontevredenheid, door frustratie, door ontkenning. En weet je wat, ook het verleden wordt verheerlijkt. Toen we nog in Egypte waren, toen was het allemaal beter. En weet je, als we te lang op een plek blijven waar teleurstelling de overhand heeft,
Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er bitterheid. Bitterheid is een hele, dat is een soort onkruid. Bitterheid zien wij heel vaak in levens van andere mensen. Vaak kunnen we van andere mensen prima aanwijzen wat, hè, dat ze bittere mensen zijn. Oh, die zijn zo verbitterd, die mensen. Die hebben zoveel bitterheid in hun leven. Maar heel vaak zien we niet dat er ook bitterheid in ons eigen leven is. Het is ook een beetje geniepig. Bitterheid kan heel makkelijk groeien zonder dat we het zelf herkennen. En als je in je reis waar we zijn, waar we nu zijn met elkaar, hè, of misschien je individuele reis, hè, want je hebt een persoonlijke reis, maar we hebben ook als gemeente, als Berea-gemeente in Nijmegen een reis die we met elkaar maken, dan kunnen daar momenten zijn van teleurstelling. En als die teleurstelling daar is, dan moet je daar niet te lang blijven kamperen. Weet je? En die teleurstelling is helemaal geen probleem voor God. Want dat is een emotie, dat is een gevoel. En weet je, God bestraft hun helemaal niet vanwege hun teleurstelling. Maar wel voor hun reactie. Hij bestraft hen niet voor de emotie van de teleurstelling van, oh wat jammer. Maar wel voor het geklaag en gemekker wat daar doorheen speelt en wat er achteraf is. En ik denk, we mogen eerlijk zijn over onze momenten van teleurstelling. Je mag eerlijk zijn en zeggen, God, Heer, ik ben hier teleurgesteld over. Weet je, persoonlijk was ik best wel, wat, heb ik daar wel wat mee moeten worstelen de afgelopen tijd bij teleurstelling. We hadden ontzettend veel mooie plannen ontwikkeld, hè, voor de gemeente. We hebben een visie ontwikkeld, wij zijn bezig met onze waarden. Ik had er zoveel zin in. En dan komt die rare coronacrisis ertussendoor. En dan weet je eigenlijk niet zo goed meer van hoe moeten we nou dan straks kerk zijn. En wat komt er nog van onze plannen terecht? En dan komt die teleurstelling binnen. En dan kan er zelfs nog wel een klein beetje bitterheid binnenkomen. Van nou ja, is dit het nou? Hè? En al die profetieën en al die geweldige woorden van de afgelopen jaren. Is dit het nou? Maar weet je, wees daar gewoon eerlijk over tegenover God. In vers 25 lezen we, Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Ik denk, dat is het allerbelangrijkste wat we kunnen doen. Mozes riep de Heer aan. In de teleurstelling roep je God aan. En dan, dat is zo'n prachtig beeld, want dan krijgt Mozes de opdracht van God om dat stuk hout te pakken en dat in het water te gooien en dan wordt het water zoet. En dat hout, dat is een symbool van het kruis. Waar het kruis komt, wordt het zoet. Waar het kruis komt, verandert haat in liefde. Waar het kruis komt, veranderen wij. Worden wij andere mensen. En op dat moment wordt dat water zoet. En dan staat, daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En hij stelde hen op de proef. En hij zei, als jullie de woorden van de Heere God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Weet je, en ik vind dat zo krachtig. Want het hout wordt in het water gegooid. Het kruis, dat is, ik zou bijna zeggen, God laat daar opnieuw enorme genade zien. Hij heeft al zoveel met het volk te stellen gehad. En weer opnieuw reikt hij ze de hand. Weer opnieuw geeft hij hun dat, zegt hij, oké, pak dat stuk hout, Mozes, en gooi dat in het water. En Mozes, die gooit dat hout in het water. En dat is de genade van God. En dan zegt hij, kijk, vanuit die genade, ga leven vanuit gehoorzaamheid. Kies gewoon eenvoudig. Kies voor mijn, het is het Oude Testament. Kies voor mijn wetten, kies voor mijn geboden. Ik denk dat Jezus zou zeggen in het Nieuwe Verbond, kies voor mijn liefde. Laat teleurstelling geen niet over de overhand hebben. Want de vrucht van teleurstelling is altijd negativiteit. En we kunnen over alles negatief zijn. We kunnen negatief zijn over mensen, als we teleurgesteld zijn in mensen. Maar het is wat waar we alert op moeten zijn. En God is genadig. Hij is zo genadig, want in vers 27 lezen we, hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. En ze trokken verder, liepen weg van de teleurstelling en God brengt hen op een nieuwe plek. Is het niet prachtig?
Ze hebben gemopperd, ze hebben geklaagd. God doet een geweldig wonder, een wonder van genade. En daarna geeft hij ze opnieuw ook nog eens overvloed. Met heel veel water en heel veel heerlijkheid, dadelpalmen. Dat zijn gewoon heerlijke dingen. Dus ze geven overvloed. En dat is Gods genade. Als we teleurstelling hebben, als we daar kamperen als het ware. Dan blijf daar niet te lang. Als je te maken hebt met teleurstelling in je leven of met bitterheid, ga dan mee naar het kruis. Ga mee naar Jezus. Geef het aan Hem. Dat is zo belangrijk. En laat Hij je vullen. En Hij neemt je mee naar een nieuw stuk. Hij geeft je overvloed. Dat is waar wat Jezus zegt. Ik ben gekomen om overvloedig te geven. Dus dat is de eerste kampplaats zeg maar, van het volk Israël. Dat is de kampplaats teleurstelling. Een tweede plaats, die kunnen we lezen in Exodus 19, vers 1 en 2 en vers 26 tot 30. En dat is, kijk, het volk Israël is wel op 50 plekken gekampeerd, maar ik dacht, laat ik er 3 zoeken. En een van de volgende plekken waar het volk Israël haar kamp opslaat, is bij de berg Sinaï. En daar staat in hoofdstuk 19, precies 3 maanden na hun vertrek uit Egypte. Dat is echt mooi eigenlijk, dat God zo precies is. Daar staat precies 3 maanden na hun vertrek. Uit Egypte kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn en zetten ze hun tent op aan de voet van de berg Sinaï. En wat gebeurt daar? Daar gebeurt iets heel bijzonders. Op dat moment, dat lees je in het hoofdstuk, laat God zichzelf zien in de donder, in gerommel. Ik kan me er geen voorstelling van maken, maar het lijkt alsof God vanuit de hemel op de berg komt. Want er staat ook in vers 14, op de ochtend van de derde dag, donderde en bliksemde het op de berg. En dan staat er, Mozes bracht de mensen uit het tentenkamp naar God. Gods heerlijkheid, Gods tegenwoordigheid werd daar op een enorme manier gemanifesteerd op die berg. En weet je wat zo bijzonder is? Dit gebeurt allemaal op hun reis. Terwijl ik dit aan het voorbereiden was en ik over aan het lezen was, realiseerde ik me dat eigenlijk. Het gebeurde niet in de periode van Egypte toen ze daar waren, waar ze het moeilijk hadden. En het gebeurde ook eigenlijk niet meer toen ze het beloofde land waren ingetrokken. Maar het gebeurde in deze periode van hun reis. Tijdens die reis, in de wildernis, in de woestijn, waar het droog is, waar het stoffig is, waar het verschrikkelijk is, waar ze de ene ellende naar de andere, als het ware, meemaken, waar ze teleurstelling hebben gehad, brengt God hun. En laat God zichzelf zien. Hebben ze de grootste openbaring van God zelf. Wat een ervaring moet dat geweest zijn. Weet je, ze hebben mega veel gezien. Ze hebben wonderen gezien. Ze hebben de plagen meegemaakt. Ze hebben gezien hoe God ze heeft uitgered uit Egypte. Door het bloed wat onder de deurpost is gestreken. Maar daar in de woestijn zien ze niet alleen de wonderen. Maar ze komen in de tegenwoordigheid van God. Weet je, Mara was de plaats van teleurstelling en verbittering. Sinaï is de plaats van ontdekking en van openbaring. Waar ze de heerlijkheid en de kracht en de majesteit van God leren zien en ontdekken. En in deze wildernis, in deze woestijn, in deze periodes van teleurstelling en ongemak, dat is wat ik eigenlijk net al zei, laat God alles van zichzelf zien. Weet je, en ik denk dat we dat soms gewoon missen. Dat we willen vaak die periode overslaan. Kijk, eigenlijk wil ik deze periode gewoon overslaan. En ik wil weten hoe het straks is. En ik probeer er van alles over te lezen. En dan denk ik, ja, hoe gaan kerken het allemaal doen? En natuurlijk moet je je ook voorbereiden. Is dat belangrijk? Maar ik wil ook niet dit stuk missen. Want in dit stuk, in deze reis, in deze periode van nu 9 weken, denk ik, 10 weken bijna, kunnen we zoveel van God leren. Kunnen we leren omgaan met onze teleurstelling, kunnen we ook leren omgaan met
een ontmoeting met Hem. Mogen we ons naar uitstrekken, naar een ontmoeting met Hem? Wordt mijn persoonlijke relatie... Natuurlijk, ik kan online ontzettend veel lezen en horen. En ik kan iedere dag 20 preken beluisteren. Maar ik geloof dat ik in deze tijd, vooral in mijn eigen relatie met God, moet ontvangen van Hem. En die tegenwoordigheid met Hem moet zoeken. Die tegenwoordigheid moet zoeken, zijn heerlijkheid moet zoeken. Dat is echt, denk ik, wat zo belangrijk is, wat nodig is. Weet je, en de vrucht van deze ontmoeting is eigenlijk ontzag en aanbidding. Want dat is wat het volk doet. En dat is wat we als gemeente willen. Weet je, en ik mis het zo ontzettend om met elkaar God te kunnen aanbidden. En dat mag ook. En daar ben ik ook best wel een beetje teleurgesteld over. Maar dan denk ik ook weer, Heer, wat geweldig dat we zo gezegend zijn. Met alle middelen, met één druk op de knop. En ik heb de meest prachtige worship muziek die ik maar kan bedenken. En ik kan op de livestream in onze eigen gemeente, onze eigen worship bands luisteren. En we kunnen God aanbidden. We hoeven niet stil te zijn. Zoals in sommige landen waar ze niet eens God kunnen aanbidden. Weet je, God wil zichzelf openbaren. En ik denk, weet je, dat is misschien... Dat wil ik je gewoon meegeven. Ga voor de openbaring. Ga voor de ontmoeting met God. Ga inderdaad in de geest naar die berg Sinaï. Waar God jou zijn grootheid wil laten zien. Waar Hij zijn majesteit wil laten zien. En ik denk dat... Als je daar bent, dat al je zintuigen als het ware worden aangeraakt. En ik kan er soms echt wel naar verlangen. We hebben echt wel periodes gehad waar we misschien veel meer die, ik zou bijna zeggen, lijfelijk en tastbaar de heerlijkheid en de almacht en de grootheid van God hebben ervaren. En dus, soms kan ik er weer naar verlangen en dan denk ik, ik geloof dat God ons dat terug gaat geven. En dat we hem zullen ervaren met onze zintuigen. Niet alleen maar in mijn verstand. Niet alleen maar door boeken. Niet alleen maar door preken. Maar door wie hij zelf is. Hij wil tot ons spreken. En de derde kampplaats. Dat als God, als waar het volk, heeft teruggebracht in zijn tegenwoordigheid. Dan komen ze op een gegeven moment op een derde plek. En dat vinden we in Deuteronomium 1, vers 19 tot 34. En die plek is heel bijzonder. Omdat het eigenlijk die andere twee verbindt. En in Deuteronomium begint Mozes het volk eigenlijk een terugblik te geven over het hele proces waar ze in gezeten hebben. Totdat ze terechtkwamen bij een oase, een bron. En die bron die heet Kadesh Barnea. En Mozes zegt, weet je, wees niet bang, wees niet ontmoedigd. We staan vlak voor het beloofde land. Maar dan zijn er een aantal mensen die zeggen, ja Mozes, dat klinkt wel mooi, klinkt wel goed. Maar misschien laten we eerst eens mensen uitsturen. Laten we eerst eens even wat research doen. En ik dacht, weet je, dat is een van de grootste verleidingen. God openbaart iets. En als de openbaring is... Gaan wij redeneren. Nou, en dan zeg ik tegen mezelf. Want ik ben iemand die heel snel gaat redeneren van... die pragmatische afwegingen kan maken. Maar ik geloof dat God ons geloof wil trainen in gehoorzaamheid. Weet je, we hebben hier al heel vaak mee te maken. God geeft een openbaring. En ogenblikkelijk gaan we redeneren van... Ja, maar is dat dan wel wijs? Moeten we dat wel doen? En ik zeg daarmee niet dat het niet belangrijk is om over dingen te praten. Absoluut niet. Helemaal niet. Maar het is soms wel onze eerste primaire reactie. En Mozes als leider, hij vindt het eigenlijk ook nog wel een goed idee. Hij zegt ook, nou, dat kunnen we misschien wel doen. En hij stuurt 12 verspieders op weg. Nou, ik ken dat een bekend verhaal. Die verspieders die komen terug. En vervolgens, wat gaan ze doen? Ze gaan vertellen wat er allemaal niet lekker in dat land is. Hoe moeilijk het is, hoeveel reuzen er zijn, dat de Amorieten er zijn, dat het moeilijk is, dat het zwaar is. En weet je, iedereen, de teleurstelling die komt eraan hoor, die komt terug. Ze beginnen te klagen. En Mozes die realiseert zich waarschijnlijk ook misschien wel dat hij een beetje een klunzige fout heeft gemaakt door die mensen te laten gaan. Want hij had gewoon,
het leiderschap op zich. Hij was een leider. En als leider had hij moeten zeggen, we gaan dit land in, dit is wat God beloofd heeft. Zonder mensen vooruit te sturen. En hij legt eigenlijk opnieuw uit voor uiteindelijk hoeveel God voor hun heeft gedaan. Maar ik geloof dat dit een plek is waar eigenlijk ze kunnen kiezen. Want iedere reis die we maken brengt ons op een plek waar we kunnen kiezen. Je hebt elke keer weer de mogelijkheid om te kunnen kiezen. Je moet kiezen, persoonlijk kiezen. We moeten als kerk kiezen. Waar gaan we heen? Blijven we hangen? Of maken we de stap naar het beloofde land? Hè? Gaan we vanuit de openbaring die we van God hebben ontvangen, op een fundament van geloof, gaan we nieuwe wegen inslaan? Daar kunnen we voor kiezen. Weet je, normaal als je op reis gaat, dan kies je heel vaak een trail. Als je ook naar het buitenland gaat. Ik ben ooit een keer in Amerika geweest. En toen heb ik in Yosemite Park een aantal wandelingen gemaakt langs Indian Trails. Dat zijn hele smalle weggetjes die door de Indianen zijn gemaakt. Maar dat zijn gebaande wegen. Ja? Maar het volk Israël had geen gebaande weg. Het volk Israël had alleen maar de tegenwoordigheid van God. Die voor hen uitging. De openbaring van God die voor hen uitging. Ze kunnen alleen God maar volgen. Hij is hun Google Maps. Ze hadden geen andere. En zo is het ook voor ons. De omstandigheden waarin we nu zijn, hebben we niet eerder gehad. En God die nodigt ons uit om, als het ware met hem, een verdiepingsslag te maken. Om naar plaatsen te gaan die we nog nooit hebben betreden. Maar we kunnen een keuze maken. We kunnen blijven hangen in teleurstelling. We kunnen stappen maken en we kunnen gaan zoeken naar de tegenwoordigheid van God. En als we daar dan geweest zijn en we hebben van hem ontvangen, dan hebben we dat moment om die keuze te maken. Om daarin door te gaan in geloof. Of stap je terug naar die eerste kampplaats van teleurstelling. En zijn we klaar, hè? Als kerk, als Berea, om die stappen te maken, om nieuwe stappen te maken. Niet kijken naar wat we zien. Niet kijken wat we allemaal horen, maar vanuit geloof. Dat God zijn kerk bouwt. En we leven vanuit openbaring. Openbaring wordt onze bron, niet het spelen op safe. Openbaring houdt ons in beweging. Als we dat niet doen, dan staan we stil. En stilstand is altijd achteruitgang. En dat is wat ik echt, waar ik je in wil uitdagen, om ook in je persoonlijk leven misschien gewoon goed te kijken deze komende week. Van waar heb ik mee te maken? Waar loop ik op vast? Heb ik te maken met teleurstelling? Ga ermee aan de gang. Breng het naar God. Ga God zoeken. Zoek zijn openbaring. Zoek zijn tegenwoordigheid. Kies daarvoor. Neem tijd met hem. Lees je Bijbel. He, lees je Bijbel, bid elke dag. Het is een oud kinderliedje, maar het is echt de waarheid. Zoek hem. Laat je vullen door zijn Heilige Geest. En maak een besluit. Wie wil je dienen? Wie wil je volgen? Wil je de bestaande wegen gaan? Wil je graag die gebaande, die misschien de easy road? Of wil je een stap maken in geloof met God? En dat kan voor iedereen zo. Dat, weet je, het gaat hier niet om iets specifieks. Het kan om heel veel verschillende dingen gaan. Misschien ben je al wel weken aan het nadenken of je misschien wel of niet naar je buurvrouw moet gaan. Maar maak een stap. Vanuit die openbaring die je van God ontvangen hebt. Maak een stap. En kies voor het nieuwe. In geloof. Omdat zijn tegenwoordigheid met je meegaat. En Vader, dat is wat we zo graag willen. We willen dat u ons vult. We willen dat u ons leven vult. Dat we met u mogen gaan. We willen niet blijven hangen in teleurstelling. Maar we willen vanuit die teleurstelling op die plek komen waar u ons vult met uzelf, met uw tegenwoordigheid. Waar u ons vult met de hemel. Iedere keer weer opnieuw. En we willen de Christus die in ons vrijzetten. Om goede keuzes te maken. Om vanuit geloof te leven. Niet alleen maar door wat we zien. Niet alleen maar door onze redeneringen. Niet alleen maar door wat ons verstand ons zegt.
maar door wat u ons zegt. En ik dank u, Jezus, voor uw genade. Ik dank u voor uw zegen, dat we in onder uw zegen mogen gaan deze komende week. Amen. Ik wens je gewoon een hele goede tijd en ik wil je echt aanmoedigen om hier mee aan de slag te gaan. Om er iets praktisch mee te doen voor jezelf. He, om gewoon na te denken. Ben ik teleurgesteld? Dus gewoon een eerlijke vraag aan jezelf. Of ben ik misschien wel bitter? En hoe ga ik daarmee afrekenen? Wat ga ik daarmee doen? Zoek iemand op. Bel iemand. Ga met iemand wandelen. Deel je leven. We hoeven niet binnen te blijven zitten. We mogen er gewoon uit. Bemoedig elkaar. Zegen elkaar. Maak keuzes als je die moet maken. En ik wens je gewoon een hele goede week. En de vrede van Jezus. Amen. 1, 2, 3, 4... Thuis mag zijn, je tafel met brood, dat je rustig slapen kunt de hele nacht, dat de liefde van je leven op je wacht. Ik vind jou genoeg om door te gaan, dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd. De liefde aan je hart vervulling geeft in elk van de seizoen dat je leeft. Een muur voor de wind. Maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je, als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen.